Och, kijk! IJsbrekers! Oh, sorry jongens. Er is toch nooit speciaal cake voor die bakken, hè? Ja, eigenlijk wel. Want dit is eigenlijk een beetje de romantiek van de oliebol, toch, Freddy? In mijn eentje, in mijn twee persoons. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me Noorderlijn. Is dat niet normaal, man? Winter. Hey, kijk eens, achter mij. Trio Flor, dat zijn de bloemenjongens. En ik ga zo een bloemetje brengen. Ik dacht, ik begin eens vroeg. Vandaag, zo'n woensdag. Vind ik lekker. Koud. Lekker voelt eruit. Mooie luchten. Ik dacht, hoppa, we gaan. Dus we branden meteen los. Bloemetje halen. Dan naar Jannie Groenewald, want die heeft de weekendquiz gewonnen. Dan gaan we rondreizen. We gaan een oliebollenjacht. We, ik en jullie gaan mee. En we maken er een mooie dag van. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Blijf kijken, doe mee, duimpje omhoog, abonnee worden, ik vind alles leuk. Maar we gaan nu eerst beginnen. Dit is een overval. Hè? Jullie hebben de boel veranderd. Hey! Goedemorgen. Mooi, goedemorgen. Mooi, nou toch eens kijken. Maar eens kijken wat gezelligheid hier. Wat mist! En kijk eens even wie op je afkomt. Ik zie hem. Oh. Kijk. Nou, poppenkont. Hey. Poppenkontje. Wil je een kopje koffie, Rob? Ja, dat vind ik wel lekker. Ja? Ja. En wat hadden jullie erin gewenst? Doe maar een beetje suiker. Oh, lekker. Nou, ga ik er even voor je regelen. Oh, wat heerlijk. Ja. Wat zijn jullie hier goed bij? Met je, heb je een nieuwe duikbril? Ja. Helemaal beslagen. Blup. Ja, blup, blup, blup. Nou, doe maar met die koffie, man. Ja, 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 ja. Dat gaat het de hele dag zo. Ja, ja. Zeker. Ik kom een bosje bloem bij jou aan. Nou, dat kan altijd erop. Maar ik dacht, ik doe dat vroeg. Dan ben je zeker mooi op tijd. Ja, want ik hou ervan. En voor wie is het? Rijp op de velden. Voor Jannie Groenewald. Oké. Doe er een kaartje bij. Echt waar? Natuurlijk. Voor Jannie, jazeker. Ja. Ja. Ja, die Jannie die verdient wel een koortje. Hè? En wie is Jannie dan? Ook? Jannie heeft de weekendquiz gewonnen. De weekend? Van de Havro? Nee, van Grandioos Groningen Suffert. Oh. Ai, 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 ai. Oh, wacht even. Ja, Roos is erin. Dit wordt wat voor Jannie. Dat is een love bouquet. Ja, ja. Nou, vooruit dan maar. Nou, dan ga je weer, mijn jong. Ja, ga je weer weg. Nee, ik ga weer. En jullie gaan beginnen, want ik wil jullie niet voor de voet lopen. Wat zeg je? Vond je het ook een beetje gezellig? Ik heb genoten. Kijk, ja, nou, heel belangrijk. Hey, Pieter. Ja. Wordt dit echt verkocht? Dat wordt echt verkocht, als het goed is. Er zijn mensen die dat kopen? Ja. Er zijn er mensen die zijn er dol op. Als iemand dat koopt, wil je dan naam en telefoonnummer opschrijven? Ja, dan ga die je wil ik zien. Dan ga je erheen. Ja. Ja, dat snap ik wel, ja. Ik neem de bloemen mee, is dat goed? Ja, goed jongen. Nou, de ballen, hè? De ballen en bedankt weer voor de gezelligheid. Hoi. Hoi. Bloemen voor Jannie. Hoi Jannie toch. Ik ben echt de hele provincie doorgekomen. Echt hoor? Fuddy. Oh. Nou, wat je hey, mooi. Doe eens die hoor, ja donker. Ja. Kibberazen. Ja. Ja. Herfstkleuren. Nou, wat mooi, ja. Dat is voor die. Hartstikke mooi. Hou eens met die Jannie. Ja, goud. Ja? Ja, ga je best hier. Is dit een beetje een herfstboeket of valt een beetje te? Ja, nee, wel hoor. Ja. Hoe heeft het een beetje herfst horen ook? Ja, precies. Is dat net? Ja. Nou, een poosje. Oh, zo die goud, mag ik zeggen. Oh, nou, dankjewel. Niks mis meer. Zo'n kop koffie erin? Ja, kom maar. Lekker. Doe is toch nooit speciaal cake voor die bakken, hè? Ja, eigenlijk wel. Echt hoor? Ja. Nou, wat je live. Ja. Oh, dat is ook lekker. Dat is chocolade. Sinaasappel. Sinaasappel? Ja. Zo? Dus doe bist eigenlijk een soort professional, Jannie. Oh, dat nou ja. Chocolade, sinaasappel. Dat heb ik nog nooit aan. Nee, maar is wel lekker, hè? Oh, dat geloof ik meteen. Dat is ook een gouden combinatie, toch? Ja, ja, smokgoud, ja. Tada! Nou, wat een feest. Ja, lekker toch? Er moet toch ook vier worden? Ik heb toch wat won? Ja. Ja, dat is toch een beetje feest, hè? Ja, zeker. Dat was een keukenbezoekje, maar het was heerlijk. Ja, ik heb alles op. Bordje is leeg. Mooi. Maar een heerlijke cake. Ja, lekker, hè? Hé, hey, Jannie, tot de volgende keer. Dan kom ik de hele dag, goed? Ja, eerst al. Och, kijk! IJsbrekers! Oh, sorry jongens, sorry. Ho, 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 ho. Hier ligt gewoon ijs. Mai. Belden jullie de rayonhoofden even?
Maar eens kijken hoe mooi of het hier is. Het is allemaal geel. En de mannen ook. Mooi mannen. Hoi. Hoi. Zit je de bouwdel nou te vernuilen? Ja, daar ligt het op, hè. Oh. Ja. Wat je zus. Ja, ze dood gewoon, hè, met de droogte van het zomer, hè. Zijn ze dood? Ja, er zit niet veel leven meer in. Kijk, die, zien oren geel, zeg maar. Oh, net als je jasje. Ja, zoiets, ja. Pas wel een beetje bij de gebouwen hier. Oh, zijn ze echt dood, joh? Ja, er zit niet veel leven meer in. Wat zijn dit voor bosjes? Nou, het zijn lonitzera's. Zo heet het, die dingen. En ja, die hebben van de droogte te lijden gehad hier. Maar niet overal, want door bent het mooi groen, zie je wel? Och ja. Dus door is het eind. Hier is het geel allemaal, dood, meer, en door wordt weer groen. En dan komen de nieuwe... Onitsies. Lonitzera, ja. Nitida, Moss Green. Zo is de naam van dit ding, zeg maar. Nou, even voor de kijkers thuis. Lonitzera, Nitida, Moss Green. Is het duidelijk? Jazeker. Mooi. Ho ho jongen, straks val je erin. Nou, daar vallen we wat met. Er ligt iets op, hè? Ja, er ligt iets op te water, ja, hè? Ja, joh, ik heb nog scheuveld. Heb je die scheuvels al, joh? Ik niet. Nee? Nee. Oh, maar deze zijn toch nog mooi groen? Ja, deze die doen we weer opnieuw in de grond. Ik dacht van die gaan ook zo de bult af. Nee. Nou, ik wens jullie veel succes met scheuveld straks. En met de Onisische Moss Green. Dat komt ten orde. Ja, mooi hè? Yo, hoi. Hoi. Ik sta hier bij het UMCG in de stad. En ik heb mijn oproep gedaan, hè, voor oliebolletjes en oliebollenkramen. En wij gaan jullie oliebollen. Daar kwamen er twee uit. Speelman in Sappemeer en deze kraam hier bij het UMCG. Ze zijn er nog geweest. En ik moet maar even kijken. Freddy Guikema. Zo heet de kraan. Misschien is Freddy er zelf ook wel. Zo een kiek. Is dat Freddy? Ben jij Freddy? Ik ben Freddy. Ben jij Freddy? Ik ben Freddy. Hey Freddy. Ja. Ik heb een oproepje gedaan waar mensen een oliebol halen. En toen werd jouw kraan, ik denk wel 10 keer genoemd. Ja, dat is toch een heel goed teken, zeg, hè? Hoe kan dat? Kijk, de bekers die achterin staan. Jij wint zelf prijzen, Freddy. Ik win zelfs prijzen, ja. Mag ik even binnenkomen? Dat mag zeker. Welke kant? Die kant. Is dit uw vaste kraam, mevrouw? Ja. Oh, echt waar? Ja. Ik heb gisteren een oproepje gedaan, zo van, nou mensen, waar haal je oliebollen? Ja. En wat hier? Hier, ja. Dat is de beste. Oh, wat is nou een lekkere oliebol voor jou? Deze. Ja, maar is die dan vast en of is die juist luchtig of... Ja, dat weet ik niet, maar hij is heerlijk in ieder geval. Oh ja? Ja. Hoeveel neem je er nou mee? Een heleboel. Voor de alle collega's. Oh, waar werk jij dan? Bij het waterbedrijf Kronen. Oh, dat zijn wel olie. Er bent wel oliekuiken? Ja. Ja. Oh, oké. Okay. En moet je dan gewone balletjes met krenten, rozijn? Ja, van alles neem ik mee. Maakt niet uit. Alleen, dit is allemaal voor jou? Ja, dat is allemaal voor mij. Ja, nou ja. Voor jou en je collega's. Voor mij en mijn collega's, ja. Dus als het aan jou ligt, is dit de kraam? Dit is de kraam. Goed omhoog. Dag meneer. Mooi. Mooi. Kom binnen. Lekker warm. Oh ja. Ben u familie van Freddy? Ik ben familie van Freddy, ja. Waar bent u van Freddy? Ik ben de vader van Freddy. Oké. Okay. Maar de kraam mag Freddy heen? De kraam is van Freddy. Oh. Ik doe een stapje terug. Onze kraam hebben we verkocht. Dan praat ik dus ons is van mevrouw en ik. Of van vrouw en mij. Die heb ik dus verkocht. 2 jaar geleden. En Freddy heeft nieuwe kraam weer laten bouwen. Dus nou, dat staat hier en daar. Waar stond u dus zelf altijd? Ook hier. Ook hier? Ja. Zeg Freddy? Ja. Die kraam is dus van jou? Ja, deze kraam is van mij. Super deluxe, man. Ik heb nog nooit een rode oliebollenkraam gezien. Nee, we dachten een keer wat anders. Het zijn allemaal witte kraam altijd. En de volgende keer... ja, dan word ik je tijd voor wat anders. Hoe oud ben jij, Freddy? Ik ben 31. Dus jij bent echt een jonge oliebollenbakker. Ja. Maar jij ziet een toekomst in de oliebollen. Ja, het paplepel ingegoten natuurlijk, maar ja, het is, ja, dit is mijn ding. Hey, ben jij bent ook prijzen, zei jij? Ja, de bekers zijn achterop. En wat voor bekers zijn dat? Ja, ik kan zo laten zien. Dat is niet van vissen, hoor. Nee, dat is echt niet van vissen? Dat is niet van vissen, maar hij houdt niet van vissen. Oh, gelukkig. Nee, anders was hij wel een viskraan begonnen. Bijvoorbeeld, ja. Dit zijn jouw prijzen? Dit zijn mijn prijzen, ja. Er horen nog een paar tussen, maar die ben helaas niet zoek. Die zijn zoek? En er is eentje gesneuveld tijdens het transport van oliebollen.
Och, wat ja, dat is echt waar. Ja. Dan moet je maar gauw een paar nieuwe prijzen winnen. Ja. Zeg, ik heb ruimte toch voor meer bekers tussen. Ik wil nu langzamerhand wel eens een oliebol proeven. Dan gaan we dat even doen. En wou je eentje met of zonder krenten? Nou, ik neem eigenlijk altijd... Doe maar met. Met? Ja, dat vind ik lekker. Want dit is eigenlijk een beetje de romantiek van de oliebol, toch, Freddy? Dit? Ja, nou, dit is eigenlijk de mooiste beeldigheid. Nou, valt mee. Valt mee, hè? Valt mee. Hij is lekker, Freddy. Dankjewel. Kijk, dat horen we nog heel graag. Dankjewel, Freddy. Graag gedaan. Succes ermee, jongen. Dankjewel. Zo, en dan nu op weg naar Sappemeer. Want in Sappemeer zit de oliebollenkraam van meneer Speelman. En die werd ook zoveel genoemd. Nou, heeft iedereen natuurlijk zijn eigen favoriete oliebollenkraam. Maar toch, hebben we een beetje een begin van het echte oliebollenseizoen. Want was het daar zo verschrikkelijk koud. Ja, dan krijg je toch zin in een bolletje. Op naar Sappemeer. Hey, maar ik heb een oproepje gedaan op Facebook gisteren. En waar haalden jullie de oliebon? En er waren twee kraam die eruit sprongen. Dat waren jullie, hier, Sappemeer. En de oliebollenkraam bij het UMCG. Oké. Freddy Guikema. Guikema. Ja. Ja, ken ik. Dus ik dacht van nou, dan moet ik maar even naar allebei toe. Och, gooi. Ai, 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 dat is de groenteboer. Mooi. Ja, hier hebben ze wel klandizie. Oh, maar hoe komt dat? Ja, wat is het geheim van jullie oliebom? Ja, maar kijk, Rob, als ik het geheim van de oliebollen vertel, dan heb je straks 20 kraam die aanbevolen worden. Verdorie, maar ja. Ik heb in mijn leven al wel 20 oliebollenbakkers gevraagd naar het geheim. Ja, en ze zeggen allemaal zegt dit. Nee, niemand zegt. Het is allemaal een oude familierecept. Waar hou jij zelf van? Wat vind jij zelf een lekkere oliebol? Mijn eigen oliebol. En is die nou luchtig of is die vast? Ja, ik hou van een luchtige oliebol. En met een klein beetje een krokant korstje. En ik denk dat de meeste mensen daarvan houden. Tenminste, hier. Dag dames. Dag meneer. Haalt u hier altijd uw oliebol? Ja. En waarom hier? Nou, en hier omdat ze heel lekker zijn. En ze waren ook eens een keer vorig jaar, geloof ik, goed in het nieuws. Maar we halen ze ook, want we hebben een kleinzoon met koemelkallergie. En hier is het veilig, dus hier kopen we ze. Dus het is niet alleen lekker, ook nog niet veilig? Niet ook lekker en voor dit kind ook nog veilig. En wat vindt u zo lekker aan de bolletjes? Nou, hier? Ze zijn lekker, lekker van smaak en luchtig. Luchtig met een krokant korstje? Met een, nou, u geeft me de woorden in de mond. Hij vertelde het mij net. Nou, succes! Ik wens je een heel goed oliebollenseizoen. Dank je. Familie Speelman, Torkiekes. Rob, tot ziens. Zo. Nou, dag zit er weer op. Het is mooi geweest. Terug toch in eentje. En kijken of er nog iemand is. Mooi! Nou, daar is er weer hoor. Mooi. Het was weer fantastisch. Alles weer gelukt? Ja. Mooi. Hey, die accu's die zijn weer helemaal op orde volgens mij, of niet? Ja, zeker. Die is nou helemaal gebalanceerd en die is weer in goede conditie. Klaar om op waterstof te gaan, zou ik zeggen. Uiteraard. Ja. Uiteraard. Op naar de volgende stap. Zeg, tot de volgende week. Tot volgende week, hè. Hoi. Hoi. Give me the angel. Maar ik vuil me, in mijn eentje, maar ik vuil me, in mijn eentje, maar ik vuil me, Noorderland.